Hallo kijkers van Online Games en welkom weer terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survivor. Goed jongens, het is vandaag natuurlijk weer lekker woensdag en we gaan weer lekker door waar we zijn gisteren zijn gebleven. Jawel, kom, we beginnen maar goed, prima. Goed, goed. Prima, goed, ja. Wat gaan we vandaag doen? We gaan natuurlijk lekker door waar wij gisteren zijn gebleven. We hebben natuurlijk hier dat hout en eerlijk is eerlijk, ik vond hem best wel mooi. Dus wat gaan we dus ook vandaag doen? We gaan dit natuurlijk verder doen. Ja. Dat gaan we dus doen. Prima. Maar daar moet ik dus dat hout voor hebben. En dat heb ik zo niet. Dus dan moet ik hier zo gaan kijken. Wat is dit hout, hè? Ja. Ja. Zijn die bomen al... Oh, het zijn toch al twee. Nou, zijn er in ieder geval twee, ja. Ja, die jungle hout, daar hou niet echt veel saplings van. Oh, dat is wel balen. Maar ja. Goed. Ja. Nu moeten wij deze, denk ik, dat die steen allemaal hier. Maar ik denk dat wij het without hier door gaan trekken. Ja. Dat we dat als eerste gaan doen. Als ik dat without nog wel heb. Anders moeten we wat bomen hakken. Ja, dat hebben we. 55. Dus hoop dat dat voldoende is. Dan ga eens kijken of dat vrij mooi. Zo niet dan. Dan moeten wij ook een klein stukje van dit doen. En daarop kun je zeggen of het mooi is of niet. Is dit mooi? Nou, dat heeft wel wat hoor. En als het natuurlijk nog niet al te mooi is, kunnen we altijd zeggen dat we hier zo misschien anders gaan doen. Maar ik denk het van wel dat we die palen anders gaan zoeken en gewoon normaal. En echt van die houten blok, het origineel. Dat denk ik dat we dat gaan doen. Van weer denk ik. Maar eerst dit. Dus dat betekent ook dat het plafond van dat soort hout. En ik ga natuurlijk nog een verdieping doen. Nee, natuurlijk niet, dat is veel te groot. Het hoeft hier geen flat te worden. Dat is natuurlijk wel leuk. We gaan natuurlijk ook boven een balkon bouwen. We gaan binnen een jacuzzi bouwen. En we gaan buiten een jacuzzi bouwen. Dat is toch wel een aantal ideeën wat ik wil. Hierboven komt natuurlijk ook van alles. Ik heb eigenlijk zo'n alles zo'n beetje al in mijn gedachten.
Nee. Wij gaan dit niet zo doen. We gaan het op de originele hout. Donker eikenhout. Is dat mooi? Daar komen we zo achter. Het heeft wel wat. Dat gaan we dus doen. Oké. Okay. Dus dat betekent dat we die hoeken allemaal gaan afrekenen nu. Oh. Dat is de verkeerde. Het ziet er wel een stuk mooier uit. Dat moet ik natuurlijk wel zeggen. Oh, dat zijn die al. Daar zit die daar zo nog niet. Nee. Ziet er een stuk mooier uit. Ja, voor mij betreft is het gewoon hartstikke donker. We zijn level 32. Oh ja, we hebben natuurlijk geen enchanten ruimte. Ja, dat hout dat hebben we ook klaar. Ik moet steen hebben. En hier moet natuurlijk een deur. Dit trekken wij door. Ja, en dit gaan we natuurlijk slopen. Dat doe ik pas op het einde. Als dat huis klaar is, dan gaan we dit slopen. Wat heb ik nodig? Steen. Hebben we nog van dat soort steen? Nee. Ik denk dat we toch 2 stacks moeten hebben. Denk ik. Dan gaan we die in onze smeltruimte doen. En natuurlijk niet voor niks, kijk. En die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nog een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Hop. Oké. Okay. Op zich hebben we nog wel. Even. Wil ik wat meer saplings van dit hebben? Graag. Er was ook serieus maar eentje. Hop, hop.
zijn ogen. Oké. Dan gaan we kijken of wij de saplings krijgen. Dat jungle, dat stond ook wel erg mooi. Het is ook wel leuk om wat... Dan gaan we even die deur maken. We hebben geen deuren meer. Gewoon normale deuren, alsjeblieft, gewoon van die. We krijgen altijd drie deuren. Nou, die twee deuren, die kunnen we wel mooi gebruiken. Voor de balkons. Ja, balkons. Misschien gaan we denk ik wel weer twee balkons maken. Eentje hier. En eentje misschien daar, maar dat weet ik niet 100% zeker. Dat weet ik niet 100% zeker. Moet het dak spits zijn of niet? Dat ga ik denk ik binnenkort maar in onze reacties plaatsen. Dan ga ik er nu heel even een foto van maken. Hoppatee. En dan zet er maar een keer een poll neer op Facebook en op Instagram. Hoppa, ik heb er twee. Telkens maar twee van die saplings. Dat is ook toch wel reuze weinig. Echt weinig. Goed. Ik ga. Hiervan even. Dat er neer te zetten. Toch moet ik... Zo. Het ziet er op zich wel heel mooi uit. Het begint toch wel echt op een huis te lijken hoor. Het begint eigenlijk op een huis te lijken. Niks te zoeken. Nee, dat is balen zeg. Twee saplings maar. Die staan nog aan. Maar ik denk dat ik het zo hier zo ook bij ga laten. Eén, twee, drie, vier. Boom, kijk. We hadden de eerste twee. En nu hebben we gewoon een dubbele vier. En dan hadden we dat nog twee. Hier zo niets. Hier is eigenlijk ook helemaal niets. Maar het is gewoon leuk om te hebben en om te bouwen.
Kijk. En dan had het hier nog een slaapplek. Ja, ik heb hier een foutje gemaakt. Maar ik ga het niet helemaal overnieuw doen. Echt niet. Kijk. En dan moet je eigenlijk ook een soort van opslag worden eigenlijk. Als echt alles te veel is, kunnen we hier altijd een opslag doen. Wat ik wel wist, is dat ik vorig seizoen, in seizoen 2, had ik de smeltroomruimte in de vuurtoren gedaan. Dat was natuurlijk wel hartstikke mooi, maar uiteindelijk heb ik er toch niet veel mee, niet echt mee gedaan. Maar het is gewoon leuk, het is ja een mooi prachtig gebouw. Hoppa. Eén boompie extra. Eén boom extra. Dan gaan we hem ook planten. Hoppatee. Ik ga het dan echt hier zo belaten. Wij zien elkaar morgen donderdag weer terug. Ik hoop dat donderdag vrijdag wel echt wel dit huis. Dat het huis zelf af is. Maar dan moet de inrichting nog wel allemaal gedaan worden. Daar zijn we misschien ook wel een week mee bezig. Dus dat komt goed. Nou, het huis dat staat prima. Vrijdag ga ik wel dingen plaatsen. Zo'n 24 uur poll of het dak spits moet of niet. Ja? En dan ga ik het gewoon nieuws plaatsen voor kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen weer jongens. Mazzel!